vandaag hebben we leven met haar verlies. Met Rachel Goldenberg. Leven met haar verlies, alopecia universalis. Welkom Rachel. Hi. Fijn dat je bij ons dit gesprek wilt gaan doen. Universalis. Alopecia universalis is vrij onbekend. Ja. Wordt vaak vergeleken met een alopecia areata. Maar er zijn toch behoorlijke verschillen. Wil jij daar iets over vertellen? Ja, bij mij was het een vrij lang proces, eigenlijk door de jaren heen. Is mijn situatie veranderd, want eerder werd er altijd vastgesteld dat ik alopecia areata zou hebben. Het begon namelijk, ik denk rond mijn 10e, met mijn wenkbrauwen. Die waren eigenlijk al vrij snel weg. Dat mijn moeder op een ochtend in de badkamer zei, wat heb jij nou gedaan? Ja. Ja, niks dus. En nou, niks aan de hand. Mijn moeder was eigenlijk gewoon boos van, ja, je bent jong en dan ga je misschien heb dat ongeluk gedaan. En nou, toen bleek dat ik dat niet niks had gedaan. Nou, naar de dokter toe en die stelde al vast van, ja goh, het zegt nog niks. Die wist niet echt meteen vast te leggen van, dit is het. En ik denk, ja, een jaar of twee verder, toen begon ik meerdere haarverlies te krijgen. Ik weet dat ik aan de zijkant van mijn hoofd twee lange, ja, kale plekken had. En achter op mijn hoofd. Maar ik had bovenop had ik nog wel voldoende haar om dat te verbeteren en ja, te verbergen. Alleen ja, als er een windvlag was, dan zat ik natuurlijk zo. Omdat ja, ja, de wind is je grootste vijand als je zoiets hebt. Dus dat was iets waar ik me erg onprettig bij voelde. En door de jaren heen was ik volgens mij met mijn vader op zomervakantie. En ik weet nog dat ik met vrienden en mijn zus was ik aan het zwemmen. Nou, het is hartstikke gezellig. En op een gegeven moment, ik wrijf in mijn ogen. En ik voelde een beetje een trekkige gevoel. En ik kijk op mijn hand en ik zie allemaal kleine wimperrandjes op mijn handen zitten. En zodoende zijn mijn wimpers dus weggegaan. En één oog. Bij mijn andere oog had ik nog een tijd wimperrandje. Ik weet niet meer hoe lang dat was. En dat is eigenlijk door de loop van de tijd is dat langzamerhand uitgevallen. Ja. Dus universalis is eigenlijk totaal haarverlies over het hele lichaam. Ja. Wimpers, wenkbrauwen, okselhaar, schaamhaar, ja, beenhaar, noem maar op. Ja. En wanneer was dat? Hoe oud was je toen het echt allemaal weg was? Ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren of ik veel lichaamsbaring gehad heb. Ik heb wel eens in de zomer, dat denk ik met de zon te maken en de vitamine die je daarvan krijgt, dat ik bijvoorbeeld heel licht op mijn vingers, een lichte beharing heb, bijvoorbeeld alleen op mijn linkerbeen of zo. Ja. Maar het is eigenlijk vrijwel altijd gewoon weg. Ja. Hoe is het verder gegaan? Ben je bij de dermatoloog terechtgekomen? Ja, ik heb samen met mijn vader heel veel onderzoeken gedaan. Verschillende ziekenhuizen afgeweest. En heb ook echt, ik was wel iemand, en dat is zoals mijn vader denk ik ook. Ik wou er eerst alles aan geprobeerd hebben. Dat we er alles aan gedaan, zodat ik me erbij neer kon leggen uiteindelijk. Ja. Misschien zou ik dat voor de mensen die in de positie zitten, die er allemaal net mee beginnen, die net alopecia krijgen en in wat voor vorm dan ook. Zou ik dat niet doen? Ik heb daar namelijk echt wel met mijn vader een jaar of drie zijn we aan bezig gaan. Dan gaat het over medicijnen proberen. Met stukjes extensions ervoor klikken dat je het niet meer kon zien. En ik was ook nog eens een tijd heel eigenwijs. Dat ik zo trots was op het kleine beetje haar wat ik nog had. Wat er niet mooi uitzag. Want het was net stro en je zag elke keer plekken. Ja. Toen mijn vader zei van ja, goh, misschien is het wat om naar haar te gaan kijken. Nou, toen moest ik daar niks van hebben. Want je, ja, denkt, oh, wat is dit allemaal? En dat wil je niet. En dan ben ik naar een kapper geweest en ik was er nog steeds heilig van overtuigd dat ik dat niet wou. Dat was ik, ja, op een gegeven moment viel het zodanig. Eigenlijk toen we naar die kapper waren geweest om te gaan kijken voor een haarwerk. Op een of andere manier heb ik dus onbewust misschien wel overgegeven daaraan. En is het eigenlijk in een hele snelle tijd, ik had mezelf ook niet meer zo goed herinneren, is al mijn haar eigenlijk uitgevallen. Oké. Ja. Dus ja, dat heeft ook iets met acceptatie uit te staan. Ja. Hè? Het feit, nou ja, ik heb geen haar meer. Ja. En nu moet ik een hulpmiddel gaan zoeken. Ik kan eigenlijk geen kant meer op. Nee. En hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat is ook een groot traject geweest, denk ik. Want mijn vader en ik die zijn allebei van het doorzoeken. Vooral mijn vader die neemt niet snel genoegen met iets. Die gaat altijd door en verder zoeken of er nog iets beters is. En ik heb ook echt slechte haarwerken gedragen. Echt heel blond en zo beschadigd. Waar geen beweging in zat. En
Ja, dat was ook echt, na een half jaar was dat op. Het was gewoon echt, ja, gewoon dramatisch. Ik weet ook niet meer welke kappers dat waren of hoeveel er vooraf zijn gegaan. En, ik heb ook een keer een haarwerk mogen ontvangen van Stichting Haarwensen. Ja. Dus ik was eigenlijk net 18 geworden, dat weet ik nog. En toen heb ik mijn eerste haarwerk van hun mogen ontvangen. Terwijl ik eigenlijk officieel bij Stichting Haarwensen mag dat niet meer na 18. Ja. Maar hun zijn gelukkig, ontarmen ze iedereen. En hebben ze mij toen wel de kans gegeven om, ja, om toch nog een haarwerk te mogen krijgen. Ja. En ik denk tussen het traject tussen mijn 18e en ik ben nu 23. En ik heb nu sinds een jaar geleden een haarwerk bij jullie aangeschaft dan. Ja. Dus in die tussenjaren heb ik eigenlijk overal andere haarwerken gedragen. En ik denk maar 5 jaar vanaf nu terug zat ik bij Volea. Dat was ook goed eigenlijk. Maar ja, dit is gewoon nog beter. Oh, ja, nou, oké. Okay. Dit haar, dat is gewoon zo bewegelijk en je kan hier werkelijk bijna echt alles mee doen. Ja. En het beweegt, het is, dit haar ziet er gewoon zo echt uit. Mijn schoonzus zegt ook, je vorige haarwerken waren ook mooi dan vanaf niet mijn allereerste, maar die daarna. Ja. Ze zegt, dit ziet er gewoon zo echt uit. En de, ja, kleur is gewoon, het ziet er gewoon natuurlijk uit. Het is niet dat je denkt van, goh, die draagt een haarwerk. Oké. Okay. En dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. Ja, ik denk dat dat vooral belangrijk is voor je zelfvertrouwen. Dat het niet opvalt dat het zichtbaar is, ja, dat je een hulpmiddel draagt. Maar wat heeft het haarverlies voor jou in het dagelijks leven betekend? Ja, heel veel. Want hoe je het went of keert, ze zeggen niet voor niks als je haar maar goed zit. Ja. En als je dan daadwerkelijk helemaal geen haar hebt, ja, doet echt wel iets met je zelfvertrouwen. En dat is, ja, nog steeds zo. Vroeger moest je me, als je het woord haar al zei en keek me aan, dan barst ik al in emoties uit. En het was me allemaal altijd veel te veel. En dat heeft echt tijd nodig gehad. Ik denk dat ik er nu sinds 1,5 jaar pas echt sterk, ik ben er ook heel over, ik maak er ook geen geheim van. Het is ook wel belangrijk dat je het deelt met de mensen om je heen, je familie, je vrienden, ja, die van je houden, die om je geven. Als je het daar al mee deelt, dan kom je al een heel stuk verder. Hoe is dat gegaan in de schoolperiode? Toen had je dus al een haarprobleem. Ja, toen had ik eigenlijk alleen geen wenkbrauwen. Okay. En wel slecht kwaliteit haar, dus het was wel een beetje dunner, een beetje stroog. Het zag er gewoon niet heel mooi uit. Ja. En toch, ja, je bent jong, je zit in de klas, je bent anders, zo word je gezien. Er is altijd één pispaal in de klas. En ik ben dus daadwerkelijk wel helaas op vervelende manieren daarmee geconfronteerd elke dag. Ik ben erdoor gepest. Dus dan kom je al wat ladders lager te zitten met je zelfvertrouwen, ondanks, ja, dat je al zoiets hebt. En ik denk dat dat in de eerste was. Volgens mij heb ik daar 3 jaar op school gezeten en ben ik eigenlijk daardoor naar een andere school gegaan. En in dat, bij die andere school ben ik eigenlijk altijd mijn hele haar verloren. Maar ben ik door iedereen en alles geaccepteerd. Dus dat was al zo'n omslag. Oké. Okay. Dus dat heeft me goed gedaan om van school te switchen. Dus jouw klasgenoten, die begrepen dat er, ja, een probleem was waar je niks aan kon doen. Ja. En die zijn daar ook op een goede manier mee omgegaan. Ja. Oké. Okay. En toen ging je werken. Ja. En hoe ging het toen verder? Nou, ik werk in een familiebedrijf. Dus wat dat betreft is de acceptatie gewoon goed. Ja. Ja. Kan niet beter eigenlijk. Ja. En ik weet nog op school, ik heb een hulpopleiding gedaan en dan iedereen moest de haar vast. En vanwege hygiëne, mijn leraar die zei altijd van, weet je wel, je mag het gewoon loslaten. Er was geen probleem over. Ook die mensen dachten, oh, maar dat kan niet, want dat gaat in het eten. Ik zat natuurlijk op school, dat was het traject dat ik mijn haar begon te verliezen. Ja. Dus daar werd nooit moeilijk over gedaan op deze school. Dus ze hebben jou niet verplicht om de haren in de staat, nee, of dat mutsje te dragen? Nee, gelukkig niet. En hoe doe je dat nu in de zaak? Dan steek ik mijn haar gewoon op. En dat gaat goed. Ja, dat gaat supergoed. Ja. Ja, daar ben ik heel handig in. Ik hou ook wel van een beetje make-up en krullen maken, opsteken. Ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En ik heb natuurlijk, omdat ik een probleem heb, ik heb natuurlijk ook geen wimpers en geen wenkbrauwen. Ja. Dan ga je toch dingen verzinnen om het te verbergen. Dus de nepwimpers die plak ik elke ochtend op. En dat is ook weer een traject geweest. Elke keer begin je met iets erbij. En dan uiteindelijk word je weer je complete ik eigenlijk. Nou, dat is mij ook bijgebleven, want toen ik jou de eerste keer sprak hier, ik weet niet of jij je dat nog kunt herinneren, ik was onder de indruk van hoe mooi jij, ik wist dat jij universales had,
hoe mooi jij jouw wimpers had geplakt. En ik weet ook dat het heel lastig is voor velen die geen wimpers hebben. Hè, als je wimpers hebt en je plakt daar een wimper op, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Maar als je wimperloos bent, schijnt dat nogal lastig te zijn om het goed aan te brengen. Ja, want ik heb altijd gedacht, ik heb geen haartjes, dus waar moet ik dat op kunnen bevestigen? Ja. Ik heb echt eigenlijk altijd eyeliner, wenkbrauwen, dat heb ik allemaal lang gehad. Dus ook gewoon je make-up. Ja. En ik dacht altijd, die wimpers kunnen niet. Toen dacht ik op een dag, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik koop een goedkoop pakje in de winkel en toen ben ik het gaan proberen. En ik rende naar beneden en ik zeg, mam, blijf zitten. Ja, ja. Ik blijf zitten, weet je wel. En natuurlijk zat het nog niet helemaal hoe het moest. En vanaf zo'n punt dan heb ik weer van mijn familie mee. Dan gaan we kijken naar het betere. En zodoende ben ik uiteindelijk de wimpers tegengekomen die ik nu draag. En wat draag je nu? Ik draag nu wimpers van nertse haartjes. Ja. Zodat je niet die plastic uitstraling krijgt als de zon op je staat. Of bepaalde belichting. En die kun je ook vaak hergebruiken. Dus met één pakje doe ik 25 à 30 dagen. Soms iets langer, soms iets korter. En die kan ik gewoon elke dag. Gewoon 's avonds haal ik ze eraf en leg ik ze aan de kant. Nou, 's ochtends haal ik de volgende dag de wimper lijmresten voor. Dus die haal ik eraf. En dan 's ochtends plak ik ze erop. Nou, ik vind het heel mooi uitzien. Haarloos, wimperloos en geen wenkbrauwen. Ik zie ook dat jij je wenkbrauwen getatoeëerd hebt. Ja. Is dat ook moeilijk geweest om een goede specialist te vinden die dat op de goede manier aanbrengt? Eigenlijk heb ik ze eerst altijd gewoon uit de losse hand getekend. Ja. En ze waren wel de ene dag waren ze iets geviger als de andere dag. Ja. En op een gegeven moment was ik dan zo klaar om elke dag maar een punt te mikken en het gaan te tekenen, dat ik dacht van, we gaan gewoon kijken naar permanente make-up. En zodoende ben ik bij een instituut terechtgekomen. En heb ik laten doen. En daar heb ik nooit spijt van. Het doet bij mij erg zeer. Ja. Dus ik stel dat wel lang. Ik teken het nu ook weer met een potloodje over. Omdat mijn alopecia die stoot het pigment wel heel snel af. Dus ik heb er niet lang plezier van. Maar ik heb in ieder geval een lijn waar ik het overheen kan tekenen. Ja. Dat is toch wel fijn dat je elke dag gewoon rechte wenkbrauwen hebt. En niet dat de ene linker zit als de ander. Ja, ja. Ja. Ja, het is een dagelijks ritueel, hè? Je haar, je wimpers, je wenkbrauwen. Ja, en die heeft iedereen. Alleen bij mij doet hij iets langer. Ja. Nou, ik vind het er heel mooi uitzien. Wat heeft het haarverlies verder nog voor jou betekend? Ik kan mij voorstellen dat je als jonge meid, op het moment dat je gaat daten, vriendjes, uitgaan, dat het ook dat lastig heel veel, kan zijn. Heel veel impact gaf, ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik dacht altijd wie is nou geïnteresseerd in mij? Als bijvoorbeeld de buurmeisje twee huizen verderop een mooie bos met haar hebt. Die hebt al die problemen niet, je hebt al die gebrekken niet, weet je wel. Ja. Dus zo ga je er toch in staan. Je voelt je toch anders, je voelt je minder vrouwelijk, je bent onzeker. En op een dag kwam mijn vriend op mijn werk een kroketje eten. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment heeft hij me benaderd via social media. En zo zijn we in gesprek gekomen. En die wist al die tijd eigenlijk dat ik deze ziekte had. Okay. Die heeft mij ook meegemaakt in de periode dat ik aan medicijnen zat. Ik heb nog met prednisol gekomen, daar kom je wat van aan. Dus die wist van mijn situatie, die heeft me ook gezien met slecht haar. En die was er al die tijd eigenlijk vanop de hoogte. En op een of andere manier was hij toch geïnteresseerd. En zijn we aan de klets geraakt. En zodoende zijn we nu 5 jaar verder. En heb ik al 5 jaar een relatie met hem. Ja, ik kan me herinneren dat jij hier was met het passen van haarwerken. Ja. Dat je mij vertelde, mijn vriend heeft mij nog nooit haarloos gezien. Nee. En dat hij de tweede keer toch bij jou in de cabine bleef. Wil je vertellen wat daar gebeurd is? Ik slaap dus zonder mijn haar, maar dan wel met een mutsje op. Ja. En de momenten dat ik bijvoorbeeld mijn haar afzet, loop ik altijd naar een andere ruimte. Of ik vind het gewoon een naar moment, want je zet je vrouwelijkheid af. Het is altijd een dingetje en dat zal altijd moeilijk blijven. Ik zal nooit, als hij naast me staat, zo mijn haarwerk omswitchen naar waar ik mee slaap bijvoorbeeld. En dat accepteert hij ook. En de enige plekken wanneer hij mij inderdaad zonder haar ziet, en de momenten bijvoorbeeld in een salon als ik een ander haarwerk ga passen, dan gaat hij vaak met mij mee. En dat zijn de momenten dat de mensen om me heen
die om me geven. En zoals mijn moeder, mijn vader, ja. Mijn vriend. Dat zijn de enige momenten wanneer ze mij zonder haar zullen zien eigenlijk. Maar wat voel jij op zo'n moment als jij zonder haar daar zit? Wat gaat er dan in jou om? Ja, je voelt je gewoon kwetsbaar en bekeken of zo. Naakt gevoel? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Het is, ja, ik vraag daar met opzet naar. Omdat dat, ik kan me voorstellen, haarloos, dat kan zo'n impact hebben dat je je naakte dan naakt voelt. En ja, dat inderdaad het beautygevoel wat van binnenin zit, dat helemaal weg is bij jou. Ja, het is je vrouwelijkheid. Dus als je dat 's avonds allemaal afhaalt, ik haal mijn make-up eraf, mijn wimpers. Dus het is gewoon je vrouwelijkheid. Een vrouw maakt zich niet voor niks op en dat hoort er allemaal gewoon bij. Ja. En helemaal als je jong bent, dan vind je lang haar leuk en dan vind je dat allemaal, dat hoort er allemaal bij. En als je dat dan niet hebt, en mensen denken heel snel van, oh, er is toch niks aan de hand. Als je haar nu ziet, je ziet me zitten, je ziet niks aan me. Ja. Maar ja, die mensen die weten niet dat ik s'avonds naar huis ga. En dan op de bank s'avonds, dat op een gegeven moment naar bed moet, dat toch allemaal af. Ja, en dan ben je wel heel een stuk kwetsbaarder als overdag. En heb je wel eens gemerkt dat mensen ervan schrokken? In wat voor zin? Als ze je haarloos zagen? Ja, ik denk vroeger misschien wel met de kale plekken. Maar ik heb eigenlijk een periode van mijn leven die ik me gelukkig niet meer zo goed kan herinneren. Omdat ik me vooral probeer te focussen op de toekomst. En om nu een positieve ding van te maken. Jij neemt er afstand van. Jij wilt haar niet... Ja, ik neem afstand van het verleden. Dat is allemaal gebeurd. Ja. En ik kan erin blijven hangen. Ik wil ook niet zielig gevonden worden. Nee. Het is allemaal een periode die heel zwaar is geweest. Maar die ik voor mezelf wel zo groot mogelijk heb afgesloten. Dat als ik daarin blijf hangen, kom ik daar niet verder door. Nee, dat klopt. Daar kom je ook niet verder mee. Ik kan me wel voorstellen dat er misschien incidenten geweest zijn. Die veel impact op je hebben. Vooral als je een tiener bent, hè? Ja. Ik hoorde jou vanochtend nog zeggen, aan het strand in het zwembad, help mijn haarwerk. Ja. Iedereen neemt een bommetje erin en jij denkt, laat ik maar even een afstand nemen. Hoe los jij dat op? Hoe ga je ermee om? Ik zoek gewoon een rustige plek op en met stil water en dan probeer ik dan gewoon rustig te zwemmen bijvoorbeeld. Ja. Maar je bent toch altijd wel, als je bijvoorbeeld met een vriendengroep gaat en iedereen wil bijvoorbeeld op een speedboot. Ja. En jij kan dat niet. Dus jij zegt, ja sorry jongens, maar dat gaat het niet worden. Want ik durf dat niet en daar voel ik me niet prettig bij. Dan voel jij je bezwaard, omdat iedereen zo enthousiast was, maar die hele speedboot niet door kan gaan. Waar zit dan je angst? Dat je haarwerk afwaait of dat er wat anders gebeurt? Ja, natuurlijk dat je haarwerk afwaait. En je bent natuurlijk continu bezig met het vasthouden als je op een boot zit. En je, ja, dat is natuurlijk waar je altijd bang voor bent. En ja, dan doe je dat soort dingen liever niet. Nee, er zijn gelukkig tegenwoordig wel heel veel dingen veranderd in de haaroplossingen. Ja, dat waren ook altijd haarwerken die ik de jaren hiervoor gedragen heb. Ja. Maakt het voor jou dat makkelijker om dan toch die stap te zetten, ik ga het proberen? Of durf je het gewoon niet? Nee, ik denk met dit haarwerk, als ik bijvoorbeeld van die tapejes inzet. Nou, die heb ik wel eens erin, dan zit hij echt super goed vast. Het doet gewoon zeer om van je hoofd af te zetten, omdat hij zo vast geplakt zit. Ik denk dat het dan een minder groot probleem was. Maar dit haar heb ik nu een jaar en ik heb een heel druk jaar achter de boeg. Dus ik ben nog niet op vakantie geweest. Dus ik heb nog niet echt de momenten gehad waar ik dat mee heb kunnen testen of proberen. Ja. Dus dat komt vanzelf al een keer, denk ik. Hoe laat sta je 's ochtends op en hoe ziet jouw ritueel eruit? Mijn ritueel ziet eruit als ik een lange dag moet werken, moet ik om 9 uur beginnen. Ja. En ik denk dat mijn wekker om 7:15 gaat. Nou, dan lig ik eerst even een beetje in bed, wakker. En ik denk dat ik dan met mijn make-up en mijn verzorging, mijn gezicht schoonmaken en alles erbij. Ik denk ruim een uur, soms anderhalf, ligt er een beetje aan als ik mijn haar vast maak. Dan iets korter. En als ik mijn haar los heb en ik wil de krullen maken en zo, dan ben ik wel ruim 1,5 uur bezig met mijn gehele uiterlijk. Ja, en dat is gewoon dagelijkse routine geworden. Ja. Maar dan ben ik ook wel een lichte perfectionist. Dus ik wil ook dat het allemaal goed zit. En dat ik de rest van de dag er niet meer zorgen om hoef te maken. En,
Nou ja, je zegt perfectionist. Ik heb natuurlijk gezien hoe je dat met die wimpers doet. Was voor mij ook aanleiding om jou te vragen of je een workshop Look and Learn wimpers plakken. Ik denk dat het heel waardevol is voor lotgenoten die wimpeloos zijn. Die wat van jou kunnen leren. Ja. Wat er allemaal wel kan in plaats van wat er niet kan. Ja. Ik vind jou wel heel erg gegroeid in die tijd dat ik jou ken. Oogt wat rustiger. Yes. En je praat wat, ja, je praat er ook wat rustiger over. Ik vind het echt heel knap dat je dit zo aan het publiek allemaal durft te delen. En volgens mij maak jij hele grote stappen. Heb jij daar nog heel veel in te doen en te melden, Rachel? Ja. En die stappen die moeten nog steeds verder gaan. Ja. Want ik was echt een heel onzeker persoon. Heel onzeker. En ik heb nog mijn periodes. Dat mijn vriend er ook helemaal gek van wordt. En die denkt van, laat dat nou allemaal eens gaan, weet je wel. Ja, het blijft een ziekte. Je hebt het de rest van je leven. En je moet het er wel mee doen. Dus je bent altijd wel anders gericht op uiterlijk als een ander persoon. Ja. Ja, er is natuurlijk meer dan alleen haar, hè. En we gaan er niet dood aan. Leven met haarverlies, dat gaat heel goed. Dat hoeft niet dramatisch te zijn. Ja. Hoe kijk jij tegen de toekomst aan? Wil je er iets mee gaan doen met wat jij hebt ervaren op dat gebied? De toekomst, ja. Ik ben natuurlijk nu sinds een jaar echt wel de stap aan het maken. Wat sterker, ik probeer dat allemaal achter me te laten. En, maar dat heeft nog veel tijd nodig. Dat is wat ik misschien verder... Ik kan er nu heel open en eerlijk over praten. En ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt. Maar het was vroeger veel moeilijker als hoe ik het er nu over kan praten. Ja. Dus wie weet, in de toekomst pak ik het wel heel anders aan. En ga ik daar iets mee doen. Dan ga ik andere mensen proberen te helpen. Of, ja, net als met die workshops wimpers plakken. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Heb jij nog tips voor jonge meiden die ook worstelen met het haarverlies? En misschien op bepaalde momenten niet meer weten hoe ze verder moeten? Probeer het niet altijd als een negatief ding te zien. Mm-hmm. Mijn vriend zegt altijd, jij hebt deze haarziekte. Alleen uiteindelijk heeft het me wel een mooie persoon gemaakt. Dat is heel mooi gezegd. Ja. En dat is ook waar natuurlijk. Ja. Want je krijgt een heel groot hart ervan. Je wordt, dus ik weet niet hoe dat kan, maar ik ben gewoon een heel... dat is ook de enige waar ik heel zelfverzekerd over ben dan. Ik ben in ieder geval wel een heel mooi persoon geworden door dit alles. Ja, ik vraag daar ook natuurlijk naar. Je bent de helft van een tweeling. Ja. Jouw tweelingzus, die heeft nog wel haar. Ja, ik vind het echt geweldig. Als ik jullie op de foto zie, dan... In het begin dacht ik van... Hoe is het mogelijk? Wie is nou wie? Ja. Dus ik vind dat je het heel goed camoufleert ook, je haarverlies. Ja. En het is een cliché, maar waar, als je haar maar goed zit. Ja. Ik denk ook dat dat een stuk... dat het maakt dat je een stuk zelfvertrouwen meer terugkrijgt. Ja, zeker. En... ik denk dat je daar ook heel veel mee kunt delen met je lotgenoten. Zijn er mogelijkheden dat jonge meiden die jou zien, dat ze met jou contact op kunnen nemen? Ja, dat mag. Gebeurt soms ook wel eens via Facebook of social media, dat ze dan zien dat ik hier ben geweest of zo. Ja. En dan benaderen ze me via Facebook en ik zal ze altijd ontvangen en ze kunnen me eigenlijk alles vragen. Als ik ze daarmee kan helpen, dan... Oké. Ja. Mooi. Ga je in de toekomst nog met de wimpers plakken, ga je daar nog mee verder? Ja, ik heb natuurlijk nu net een hele drukke periode achter de rug. Maar ik denk als dat allemaal wat rustiger wordt en zo, dan ga ik mijn aandacht daar wel op leggen inderdaad. Oké. Ja. Nou, ik wou jou bedanken voor jouw bijdrage. Ik denk dat voor heel veel mensen, ook de volwassenen onder ons met universalis, dat we allemaal wel iets kunnen leren van jou, Rachel. Dankjewel. Ja, bedankt.